Beercube. What up? Hoewel ik dit jaar heb besloten er weinig mee te doen, kan ik er natuurlijk niet geen rugbaarheid aan geven. We hebben het over Boktober. Vorig jaar, uitgebreid bij stilgestaan, toch de nodige teleurstellende bieren als je het mij vraagt. Paar pareltjes, maar die heb ik dan weer grotendeels off-camera gedronken. Daar gaat er als het goed is nog een van voorbij komen, maar ik moet even kijken of ik hem in een gebied krijg. Misschien ergens in de zomer van volgend jaar, je weet maar nooit. Maar dit is een nieuw kit on the block. Dan zou je denken, de West van Frontaal, dat is niks nieuws onder de zon. Frontaal, ik ben er niet helemaal in thuis, maar volgens mij brouwen ze voor de vier seizoenen, dus Noord, East, South, West, brouwen ze dus een bier naar dat seizoen. En ik weet even niet of dat vorig jaar een bokbier was, maar de stijlen wisselen in ieder geval nog wel eens. Bij de West, bij alle graden. Ditmaal is dit in ieder geval een bokbier geworden. En ik hoor behoorlijk lovende verhalen over dit bokbier. Komt uit het plaatje waar ik geboren, niet getogen werd. Dus daar kon ik natuurlijk eigenlijk nauwelijks omheen. En we gaan dan ook kijken of dit bier inderdaad het bokbier bij uitstek is. De neus die mij tegemoet komt heeft een beetje een mix tussen de Naastbos 666 White Stout en een van de liquid desserts van Big Belly. Allebei uit de rook van Breda. Toeval? Waarschijnlijk wel. Misschien ook niet. We gaan dieper de neus in. Zeker een heel warm vanille karakter in de neus. Ook wel een beetje zo'n hint naar zo'n Amundsen Pekanisher, een beetje dat idee. Dus ik verwacht ook wel iets notigs. Dit ruikt zeker niet als je alledaagse bok. Als ik dit blind heb proeven, zou ik nu waarschijnlijk op een stoutachtige boot zitten. Misschien een portertje. Ik denk de eerste of tweede liquid dessert van Big Belly. En die is mij uitermate goed bevallen. De nummer 10, die daar wel weer een barrel age variant van was. Daar ga je ook nog meer over horen. Met de neus nodigt in ieder geval uit. Misschien zelfs nog een beetje karamel. Een beetje weer dat echte fudge idee. En het blijft een bok in basis volgens mij. Dus ik vrees een beetje voor de dunne slok. Want die neus is echt heel erg uitnodigend. Dus ik hoop niet dat de slok teleur gaat stellen. Qua intensiteit, qua volheid van het bier. Eén manier om daarachter te komen, we gaan het proeven. De West 2020 van brouwerij Frontaal. Een herfstbok van 8,5%. Proost. Niet zo dun als ik had verwacht, maar je mist echt wel een bak aan de smaken die echt in je neus heel fijn tot uiting komen. Dat komt in de slok maar mondjesmaat tot zijn recht, vind ik. Waar het nog het meest van weg heeft, is een beetje zo'n dunne peanut milk stout, een beetje dat idee. Belgian Beaver heeft er onder andere een. Tired hand, left hand voor mij ook. Maar dat net niet idee. Dan wel net iets voller. Maar niet door van die zachte vanille, karamelachtige smaken. Maar gewoon een bijna pilsachtig bittertje. Zeg maar.
Wat dat betreft zijn de beleving in de neus en in het slok wel echt twee totaal verschillende dingen. Wat ik jammer vind. Naarmate je mond een beetje begint te wennen, komen die smaken van dat, vooral dat notige karakter, dat begint een beetje de boventoon te voeren. Dat is niet iets verkeerds. Alleen met die neus, met die vanille, met die karamel, had ik wel echt een voller, intenser bier verwacht. Terwijl het wel gewoon bijna een nedo-drinkbaar zou ik hem niet willen noemen. Maar je kan er wel twee of drie op een avond door. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit recept, zeg maar, van die melange, van die kruiden, van die specerijen, het dan zou doen op inderdaad een stout of een port of een barley wine misschien wel. Dus stiekem hoop ik dat Frontaal daar misschien nog mee aan de haal gaat voor een winterversie. Van dit bier, of misschien een barrel aged variant. Om echt wel die kick te geven die dit recept denk ik in zich heeft. Met een andere basis. Mouten en dat soort vastzetten. Misschien dubbel mash. Hey, ik ben geen brouwer, maar één keer geprobeerd. Laten we daar geen woorden meer over maken. Even als dit bier. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ik ben uitermate verrast door de neus. Ik ben niet teleurgesteld in het bier, want ik had geen verwachtingen en ik dacht, nou, het zal wel weer een herfstbok zijn. Het is wel echt meer dan een herfstbok, meer body, meer zwarte vivre, meer karakter. Maar, als je die neus kijkt, dan had ik echt wel veel meer verwacht dan wat ik uiteindelijk in de slok overhoud. En dat vind ik dan toch jammer. Daar ga ik het maar bij laten. Voor nu zou ik zeggen, Eito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video.